Even een klein rebelsfeestje hier. Iedereen helemaal blij. Ik sta dan misschien aan deze ochtend, maar scherp ben ik niet. Want wie gaat er nou naar het strand zonder handdoek? Jongens, wat fijn. Het is weer een nieuwe dag. Het is een beetje bewolkt vandaag. Ik heb even me-time van Jor gekregen. Heel erg fijn. Deze ochtend ga ik even lekker naar een strandje. Ook al is het bewolkt. Gewoon waar ik graag naartoe wilde. Ga ik schrijven, ga ik mediteren. Ik zit er helemaal in. Ik ben elke dag aan het mediteren. En het geeft me zoveel energie. Staat echt gelijk aan slaap voor mij. Dus dat is wel... Ik kon gisteren ook niet slapen. Ik was gewoon helemaal stond ik aan. Dus ik ging met moeite om 11:15 in bed liggen. En ik lag gewoon wakker. En ik ben gewoon heel erg blij dat wij elkaar dit geven. Want je merkt wel als je op vakantie gaat met kindjes. Als ze ouder zijn zal het ongetwijfeld anders zijn. Maar nu, je bent natuurlijk gewoon de hele dag in de weer. Ik zit echt geen 5 minuten. En je bent de hele tijd natuurlijk aan het kletsen, aan het spelen, aan het bedenken, aan het zorgen. Dus het is wel fijn dat we af en toe dit soort momentjes hebben. Ook omdat we gewoon volgende stappen willen zetten in wat we doen qua werk. En ik heb gisteren echt een goed nieuw begin gemaakt. Ik voelde me echt weer. En dat had onder andere te maken met een dankbaarheidsoefening die ik heel intens heb gedaan. En wat wil ik dan? Wat wil ik manifesteren in de toekomst? En het mooie is hoe dat werkt met manifesteren. Is dat je natuurlijk altijd heel erg doet alsof je het al hebt. En ik stond hier in dat huis en ik dacht, maar ik heb het al. Dit is het. Natuurlijk is dit niet mijn leven. Maar vaker dit soort momenten weg met het gezin op reis, avonturen beleven. Dat is wel echt mijn droom. Dat blijft mijn droom. Dat is heel leuk. Dus ik ben gewoon weer even mijn plannen aan het uitwerken. Dat ga ik nu doen. Tot strakjes! Dag liefies! Ik sta dan misschien aan deze ochtend, maar scherp ben ik niet. Want wie gaat er nou naar het strand zonder handdoek? Ik. Ik ben nu dus op Calaconte. Het is heel mooi, maar ik vind het wel eigenlijk een beetje te druk. Dus ik ben nu even hier vanaf geklommen. En hier is nog een soort strandje. Wat rustiger, dat is wel fijn. En er lopen hier allemaal van die gasten op het strand die doeken verkopen. Dus ik heb net voor €20 een enorme doek gekocht. Dus daar kan ik wel even lekker op zitten. Yes, ik heb een zalige ochtend gehad in mijn eentje. Toen lunch gehaald net voor het hele gezin. En Charlie is natuurlijk al de hele dag thuis. Het heeft net heel hard geregend, maar wij zijn samen... Ik zie het. Wij zijn samen toch op pad gegaan. Is die voor de vogels? Ja, die is voor de vogels. En we zijn nu in Escubels en we zitten hier op het strand. Het is helemaal verlaten, want het heeft net heel hard geregend. We hebben net een ijsje gekocht hier bij Cebo. En het is hartstikke leuk. We zijn op avontuur, toch Char? We zijn op avontuur? Ja. Ja, hè? Cheers! Char, wat ben je precies aan het doen? Ik ben hier zo lekker. Maar wat doe jij nou? Charlie, ben jij een dier aan het nadoen? Ja, ik heb zo'n dier. En wat ben jij nou voor dier? Een poes. Ben jij een poes? Ja. Meid, wat heerlijk. Jorg en ik hebben eindelijk een date night met z'n tweeën. Elke keer zijn we veel te laat thuis. Ja. Omdat we leuke dingen doen uiteraard. Maar ja. Nu hebben de kinderen eindelijk een keer om 8:00 bed. We hebben het eten net op, garnaaltjes gemaakt. We zitten aan de limoncello. Het is 9:00. De zon gaat onder. We kunnen gesprekken met elkaar voeren zonder getetter er doorheen. Ik pas er niet op. Mijn heupen zijn te groot, Charlie. Ga je mij een duwtje geven? Nee. Oh. Ik denk wel echt dat ik kan zeggen dat ik hier
voel dat hier de energie hoger is. Ik merk ook dat ik creatiever ben en dat ik heel veel meer dankbaar ben. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk als je hier zit. Maar ik merk wel dat ik me anders voel, laat ik het zo zeggen. Ik zie dit. Dit is geen spon, maar wel een hele goede reclame. Want dit is, voor alle moeders die nu kijken, top. Factor 50. En je rolt het op je kind en ze vinden het zo leuk dat ze het zelf allemaal doen. Dus insmeren is nooit meer een issue. Oké, nou, ik ga liggen. Ik ga bakken. Charlie ligt ook net op bed. Maar nooit voor lang, want ze slaapt niet meer 's middags. Dus maar ik ga het even van nemen. Ik ben eventjes alleen op pad. De camera zit vast aan het stuur, dus... ik ga een shoot doen. Ik ga jullie er zo meer over vertellen. Ik wil eventjes opletten dat ik niet verkeerd rijd, want ik ben er namelijk bijna. Maar wat is het hier geweldig mooi. Jeetje, nou, ik ben net aangekomen bij het huis van Linda, wat dus de fotograaf is. Ze is Nederlands en ze woont hier sinds 3,5 jaar met haar gezin. Het is niet normaal, ze woont op het platteland, maar dan sta je ineens in een soort, ja, ik noem het een soort resort. Moet je kijken, wat mooi dit. Dit is wel weer een droom om te zien, Linda. Daar is Linda. Ja. Komt letterlijk uit de ene shoot gerold. Precies. En gaat door naar de andere shoot. Ja. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Zo. Nou, het staat erop. De shoot was heel anders dan wat ik normaal doe. Lekker door de velden lopen, heel dromerig. Het zijn echt hele mooie beelden geworden. Ik ben zo blij. Het is dus, ik had het helemaal niet verteld. Maar het is voor mijn... ik ben bezig met een aantal meditaties op te nemen. Meditatiepakketten ben ik aan het maken. Die wat niet alleen meditaties zijn, maar ook echt... Ja, video's die je helpen om je bewustzijn verder te ontwikkelen en om echt meer zelfinzicht te krijgen. En ook bijvoorbeeld een pakket over zelfliefde, waardoor je steeds zelfverzekerder wordt. Nou, en om daar beeld bij te hebben, heb ik deze shoot gedaan. Want ik vind het heel erg, het is natuurlijk sowieso voor social media, het is voor de website. En ik wilde echt dat, ja, dat gevoel wat je letterlijk hier overal hebt, dat vrije gevoel, dat gelukkige gevoel, dat wilde ik. En in Nederland is het gewoon net even wat moeilijker te vinden. En hoe fijn om dan met zo iemand te schieten die hier gewoon... Dat vind ik ook weer het leukste als je het opzoekt. Om al die verhalen te horen van het lokale leven. En hoe het hier is om de kinderen op school te hebben. Je hebt dus 3 internationale scholen. Een Spaanse, een Engelse en een Franse. En ik sprak natuurlijk ook een tijdje terug Lucie Woesthof. Die gaat hier ook wonen. Er zijn veel Nederlanders die hier zitten. En wat me zo verbaast. Ibiza is aan de ene kant zo toeristisch. En aan de andere kant heb je dus dit. Dit is 7 minuten rijden vanaf Santa Gertrudis, wat in het midden ligt van Ibiza, wat echt een leuk dorpje is, een druk dorpje. Maar dan zit je hier. Moet je horen. Ik bedoel, stiller wordt het niet. Dat is toch grappig? Dus ik vind het heel, was een leuke avond. We zijn op het strand wat het dichtst bij ons huis is en dat is Calatarida. Het is echt zo mooi. Het is gelukkig bewolkt, want anders zou het al best wel te warm zijn. Zit je te kijken? Maar het is super rustig. Je ziet bijna alleen maar Nederlanders op het strand, want die mogen al reizen. Maar het is wel echt heel erg mooi hier. Het is tijd om romantisch te doen. We hebben een date night. We hebben een oppas. Super fijn. De meiden zijn helemaal gewend aan haar inmiddels. Ze is al de hele middag bij ons. En nu kunnen we met een gerust hart lekker samen eten. Of nou, niet helemaal samen. Het is wel leuk. Dit ding zakt het af.
We zijn uitgenodigd door John van waar we de villa van hebben gehuurd. Om ons te bedanken, want we hebben heel veel klanten hun kant op geholpen. En dan zei hij, ik neem jullie mee uit eten. Dus dat is wel heel bijzonder en leuk. Oh jongens, ik word zo blij van dat het hier zo druk is en dat er al zoveel toeristen zijn. Dat betekent echt dat het leven hier weer een beetje op gang komt. Gewoon volle terrassen. Woehoe! Nou, het is een hele speciale date night, want we zijn niet gewoon met z'n tweetjes, maar we zijn met Joy. Hallo. Supergezellig. Ik ga even vertellen. Dit zijn twee van de eigenaren van Ibiza Holiday Villa's, waar we dus het huis hebben gehuurd. En het is zo leuk om met een paar locals te eten. We zitten nu in La Torretta, we hebben al van alles gehoord. We hebben hier binnen bijvoorbeeld een oude toren. Van 600 jaar oud. En ja, je hoort nu alle leuke verhalen van waar je moet zijn. En ja, het is gewoon heel erg gezellig. Super leuk dat jullie ons hebben uitgenodigd. Zo'n mooie plek hier ook. Ja. Is onze eerste date night sinds een tijdje. Sinds 2 jaar. Feestje hier. Iedereen helemaal blij. We moeten allemaal weg, want de avondklok gaat zo. En dat is weer fucking bewegen. We hadden zeker 5 minuten een feest. Yes, yes. We zijn weer terug in het land. We zijn weer in ons huis. Het was zo grappig om gisteravond thuis te komen. De vlucht ging trouwens niet mega goed. De kinderen waren hartstikke druk. Maar goed, hè? Het is maar gelukkig 2,5 uur. Maar het was zo bijzonder om thuis te komen hier gisteren. We kwamen in ons huis en we dachten echt, is dit ons huis? Weet je wel, alsof we in nog een nieuw vakantiehuis zijn aangekomen. Zo voelde het ineens. Ja, het is nu alweer 1 grote teringbende. Ik bedoel, look at it. Look at it. Jorgen die is ondertussen alweer aan het klussen. Ik sta de hele tijd te wassen. Het was ons geniale plan om alle wasjes alvast in Spanje op Ibiza te doen. Dus we hebben heel veel schone kleren. Maar alsnog moet ik heel veel wassen. Maakt niet uit. De keuken is... Nou, het was gisteravond dat we zagen, dit is onze keuken. Dat we echt dachten, ik moet even zo doen, dan zie je het goed. Maar dat Jorgen en ik echt zeiden, wow, we wisten even niet meer waar het bestek lag. We wonen hier natuurlijk pas 6 maanden, dus het was echt heel anders dan thuiskomen in Amsterdam. Dan waren meestal de prikkels van de stad wel eventjes dat je even weer vanuit de natuur een beetje moet wennen. Nou, dat hadden we helemaal niet. We zijn de hele dag heerlijk aan het klussen in de tuin, aan het snoeien, aan het grasmaaien, noem maar op. En hier zijn we dus nu weer, ja, Jorgen staat te schaven. Het is weer lekker, we're back, zou ik maar zeggen. We hebben de vloer opnieuw laten gieten toen we weg waren. En dan mag je er natuurlijk een week niet op. Dus het leek ons een goede timing. Dat wilden we al een paar maanden geleden doen. Want er zijn een aantal beschadigingen opgekomen tijdens de verbouwing. Dus het is nu echt... Goed zien er? Oh, buurman. Ga even weg. In ieder geval, het is super mooi geworden. Jorg die gaat nu de plinten eronder maken. Ik ben kleding aan het verzamelen voor het goede doel. Charlie zit hier, Zoe slaapt. Alles is goed. Ik ben oud. Ja, jij hebt oud, hè? Jij hebt allemaal pleisters, schat. ik zal nog even een conclusie geven van onze vakantie. Dan ga ik even hier op mijn kamer in alle rust zitten. Ah, zo. Ah, kijk, trouwens, deze geweldige lamp is net binnengekomen. Hoe vet is die? Ik ben helemaal blij mee. We zochten nog een tijdje een lamp. Maar goed, even rust. Ja, ik voel me echt zoveel beter. Het ging gewoon echt een tijdje wat minder. Ik zat minder lekker in mijn vel. Dus ik zei, ik moet echt het land uit. Ik moet even weg. En ik heb weer ontdekt hoe belangrijk mijn kernwaarde is. Ik zeg altijd, hè, weet goed voor jezelf wat je kernwaarden zijn. Wat jou het meest gelukkig maakt. Wat jou het meest energie geeft. En voor mij is dat toch wel echt afwisseling. Dat weet ik. Maar ja, door natuurlijk de hele coronaritis was afwisseling ver te zoeken. Het was natuurlijk gewoon echt heel erg elke dag hetzelfde.
En ik ga me de komende tijd weer even lekker focussen op mensen ontmoeten. En veel verschillende dingen doen. Want ik merk dat ik weer aansta. Dat ik weer creativiteit heb. Dat ik inspiratie heb. Dat ik weer uit mijn bed spring 's ochtends. Laat ik het zo zeggen. En dat was wel een tijdje wat minder. Er viel natuurlijk ook niet heel veel aan te doen. Ik was al lang blij dat ik weer de Sunny Side Up, mijn interviewserie, mocht opnemen. En dus op pad kon gaan. En dat nu gaat het hartstikke goed natuurlijk. En we zijn bijna van alle regels af. Maar jeetje, wat heb ik het gemist. Dus ik heb ontzettend genoten. Ibiza zijn we ook helemaal verliefd op geworden. En dat is best wel bijzonder. Want Jorg en ik waren absoluut geen Ibiza-fans. We zijn één keer eerder geweest. Toen regende het wel heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Maar we vonden het allemaal... We dachten, ja, waar heeft iedereen het over? En we zaten ook gewoon niet echt op de goede plekken. En een beetje tussen de mensen die niet zo bij ons passen, zullen we maar zeggen. En nu heb ik het gewoon helemaal aangepakt zoals wij dat wilden. We zijn naar Ibiza gegaan omdat het een van de eerste plekken die open was om naartoe te gaan. Maar nu, ik kan niet wachten om weer te gaan. Ik heb superveel gemediteerd sowieso de hele vakantie. En ik heb ook weer heel veel nieuwe visualisaties neergezet. Weer mijn doelen opnieuw opgeschreven, bepaald. En ik ben weer echt gewoon weer lekker aan het visualiseren, ermee bezig. En ik merk... Ja, dat er energie komt. Ik merk nu al dat sommige dingen uitkomen. Dat ik mailtjes krijg van... Hey, zullen we eens afspreken voor samenwerkingen? Dat soort dingen. Dus superleuk. Dus ik sta weer helemaal aan. Dat is eigenlijk de conclusie. En ik wil trouwens ook eventjes wat van mijn kijkers bedanken. Want mijn vorige Ibiza-vlog, daar deelde ik in... dat we het soms best wel pittig hebben met Charlie V. Toen kreeg ik dit boek getipt. Ik heb hem meteen besteld. Hij lag al in de brievenbus. Ik ben hem meteen gaan lezen. Ik vind het een geweldig boek. Hij heet Temperamentvolle Kinderen. Ze heeft ook meegedaan aan ons online programma, zag ik later. Maar dit is één feest der herkenning. Ineens zie ik van wow, Charlie is hoogsensitief. Maar ze is ook een high sensation seeker zoals ik. Dus dat betekent en heel hoogsensitief, heel gevoelig, heel snel overprikkeld. Maar betekent ook heel nieuwsgierig en een hele sterke wil. En dan zie ik dat ze ook een temperamentvol kind is. Dus dit geeft meteen al handvatten dat ik denk... Oh ja, misschien moeten we toch weer even weer meer die kant op. Dus dankjewel, waardevolle tip. Nou, voor nu zeg ik tot volgende week als het goed is. Als er weer een vlog is. Ik denk het wel. Ik sta nu weer aan. Maar ik vlog dus alleen als ik het helemaal voel. En dat weten jullie wel. Ciao, ciao. There is a life I lead in this city.